10 jaar in zijn gamer. 10 jaar herinneringen. Herinneringen van mij, maar zeker ook van de freelance redactie die in zijn gamer rijk is. Daarom hebben we besloten iedereen hier bij elkaar te roepen, plaatsnemen op deze bank en te kijken waar we 10 jaar geleden waren. Hoe we in zijn gamer terecht zijn gekomen. Wat voor leuke dingen we mee hebben gemaakt en natuurlijk waar wij denken over 10 jaar te staan. Enjoy! 10 jaar geleden was ik net een nieuw brugwuppie en deed ik eigenlijk nog niet superveel met games. 10 jaar geleden, nou... Ja, dat was echt een tijd. Toen kregen we natuurlijk net de euro, dus toen werden games opeens 2 keer zo duur. Toen zat ik op middelbare school een beetje aan mijn pik te sjorren en Friedrich Wilhelm Nietzsche te lezen. Toen schreef ik volgens mij al over videogames, maar echt op een heel laag niveau. Pringles. 10 jaar geleden was ik in Harlingen. We hebben vakantie daar, lekker warm weer. Ik had James Bond Nightfire gekocht en ik heb toen de rest van de tijd uitgekeken dat ik die game eindelijk kon gaan spelen. Hard aan het gamen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik weinig deed op school. Veel een hard game. Ik gamede al behoorlijk wat jaren. En ik denk dat het ook begonnen is bij mijn vader die mij de eerste DOS games heeft laten spelen. 10 jaar geleden was ik een behoorlijk fanatieke gamer al. 13 jaar oud. Eerste Xbox had ik net in mijn bezit. De eerste paar spelletjes, Halo, Brute Force geloof ik nog. En de eerste Dungeons and Heroes. Leuke spelletjes en zodoende ben ik een beetje ingetrokken. Hoe ben ik bij IG gekomen? Ik ben bij de redactie gekomen door voornamelijk helemaal het forum onder te spammen met allemaal belachelijke posts. Totdat ze dachten van ja, die jongen die kan eigenlijk best wel leuk schrijven en nu zit ik hier. Even kijken, dat is eigenlijk via Jelle. Ik heb Jelle leren kennen eerst als vriend en daarna is hij pas mijn baas geworden. 10 jaar geleden schreef ik voor GBA Party. Die redactie heeft weer voorzien in de behoeftes van Games Guide, het grootste gamesblad van Nederland. En dat is uiteindelijk weer overgenomen door Sanoma Media. En zodoende ben ik terechtgekomen bij Inside Gamer. En dat ging via Tokio. Ik ging gewoon 2 keer mee naar Tokio en toen heeft hij me leren kennen. En toen vond hij mijn mening en hoe ik het zei en hoe ik het verwoordde. En dat vond hij zo bijzonder dat hij dacht van daar wil ik iets mee gaan doen. Columns gaan schrijven. En zo uiteindelijk vast freelance redactielid geworden. Mijn Instagamer avontuur begon eigenlijk voor Instagamer zelf. Toen ben ik in eerste instantie begonnen met schrijven voor een website genaamd gsx.nl. Multiplatform website, alleen na 2 nieuwsberichtjes deed ik er niks meer, ben ik eruit getrapt. Ja, ik hier gewoon op de bank zit een voormalig weblogschrijver van het jaar en ik heb ook een keer een member recensie van de maand wedstrijd gewonnen. En zo kan het verkeren. Het ene moment ben je als member keihard aan het zoeken om je tekstje online te krijgen en zoveel mogelijk mensen te laten lezen. En het andere moment schrijf je voor een van de leukste websites ter wereld, of misschien wel de leukste website ter wereld. Dus ik zou ook iedereen aanbevelen, vooral veel member content te blijven plaatsen. Toen een half jaar later ben ik via Sander Strikker bij GBA Dome terechtgekomen, een website voor Game Advance Games. Daar werd ik steeds meer betrokken bij het hele gedoe daarvan. Dan werd ik hoofdredacteur en toen ben ik dus meegenomen in Instagamer zelf, want Instagamer was eigenlijk een fusie van een aantal verschillende websites, waaronder GBA Dome. Ik was voor Little Big Planet op zoek naar een skin voor Kratos en op het forum ging ik op zoek naar het antwoord waar ik helaas nooit antwoord op heb gehad. Via DLC heb ik de skin alsnog gekocht, maar zo ben ik bij IG gekomen. Mijn leukste IG moment, ik denk wel dat ik waardeer nog steeds als ik hier kom de gesprekken tijdens de lunch. Vooral tijdens mijn stage ging het bijna altijd over Pokémon. Dat was denk ik Keulen vorig jaar. Er waren met 8 man, 2 kamers, dus 4 man op een kamer. Het was echt, hilarisch. Er sliepen er 2 in een twijfelaartje. En, een van de meest legendarische dingen is denk ik toch wel de Pflaumenbaum. Een van de Aftanse kroeg in Leipzig, toen de Games Convention nog in Leipzig afspeelde. Elke avond gewoon tot 1 uur of 3, 4 teksten tikken, zingen. Lionel Richie. Waar Lauran enorm dronken was. Vervolgens de hele vloer heeft ondergekotst. We probeerden hem naar buiten te werken, maar in plaats van dat hij 2 stappen verder zet en buiten zijn maaginhoud over de vloer heen legt, besluit hij om dat gewoon echt vol voor de ingang te doen. Mijn allerleukste IG-moment is toch wel afgelopen Gamescom, de eerste serieuze grote beurs waar ik naartoe ben geweest. En vooral de epische stapnachten die we daar meegemaakt hebben. Dancing on the ceiling, ook gewoon vol in de metro terwijl we naar de Gamescom gingen. Het was echt zulke leuke tijd daar, we hebben veel bier gedronken, echt heel goed. Net als met Wessel en een paar anderen zijn we naar Keulen geweest dit jaar. En in Keulen zijn wij de stad ingegaan en zijn we op een gegeven moment Lauran verloren. Lauran? Lauran!
Laurent! En toen wij Laurent verloren, toen hebben wij heel Keulen bij elkaar geschreeuwd om Laurent te kunnen vinden. En dat was toch wel een van de mooiste momenten van heel die week, denk ik. Mijn leukste IG-moment is dat ik de kast die hierachter staat samen met Jelle op een stagiaire dag heb gemaakt. En tijdens het maken de tune van Eigen Huis en Tuin heb opgezet. Vooral toen Jelle wakker werd en chagrijnig werd. Was. Over 10 jaar zit ik ongetwijfeld nog steeds in de gamesindustrie. Ik ben er 8 jaar gepassioneerd journalist in. Wat ik erbij zal doen waarschijnlijk is fotografie, professioneel en vormgeving. Dat is ook iets waar ik al een paar jaar aan timmer. En dat probeer ik allemaal een beetje te combineren binnen de gamesindustrie. Dus wie weet wat je allemaal voor producties nog in de toekomst gaat zien. Dood. Waarschijnlijk. In de greppel. Waar ik over 10 jaar ben? Ik denk niet meer bij IG. Ik hoop dan inmiddels zelf games te maken. Want ik vind het toch het leukste eigenlijk om zelf met game design bezig te zijn. Dood. Met roeren en drugs. Over 10 jaar zit ik in de stoel van Jelle. En dat is ook waar ik nu helemaal voor ga. Dus over 10 jaar, game designer Daniel Morfweezel would be pretty fun. Of in de coma. Ik krijg over 3 weken krijg ik mijn bul en ben ik arts. En over 10 jaar hoop ik chirurg te zijn. Of ik leef in een bos. Ja, of 10 jaar. Het is heel moeilijk voor te stellen wat ik over 10 jaar ga doen. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ik dit nog gewoon blijf doen. Ik vind mijn werk fantastisch. Ik vind het heel leuk om met jonge mensen te werken. Dat klinkt alsof ik een oude opa ben. Maar als 29 jaar ben ik toch wel een van de oudste van de groep. En ja, ik kan volgens mij ook niks anders dan dit. Dus het is een beetje, aan de ene kant een beetje zielig. Aan de andere kant, ja, weet je, toen ik een klein jongetje vroeger was, was dit hetgeen wat ik altijd wilde gaan doen. En ik denk dat ik al 10 jaar hier dan weer zit met 20 jaar in zijn game. En dat is helemaal opa verteld. Nou al, ik ben een uur bezig, ik zit nou al op mijn knieën. Dat is niet goed, man.